bouwtuinen. Dat ligt aan ons gebiedje vast. Dus we gaan er eventjes kijken of we daar kunnen helpen. Het gaat dan om een aanrijding met letsel in dit geval. Heel goed dat die eindjes voor je auto halen. Ja, je komt met fietsen kom je door. Delen wel en delen niet. Ik denk dat je in dit beroep zeker dingen tegenkomt die je normaal mens niet ziet. Je wordt natuurlijk ook overal op afgestuurd. Terwijl normale mensen bij bepaalde dingen een straatje omgaan. Verder op. Even die agent ook even bij Hans gaan aantrekken. Mijn collega zal meteen even assisteren. Ja, natuurlijk. Gaat zitten. Ja, dat heb ik al vaker gehad. Ja. Verder gaan we het doen. Goed. Kijk, ik wil iemand alleen even met je ogen. Ja? Wat maar aan het hoofd doen, dat is goed. Wat ik nu ga doen is jou van top tot teen even onderzoeken. En daarvoor zal ik je wat vragen stellen. Ja? Maar rechter enkel doet erg zeer. Ja, je krijgt even zuurstof. Dus even een protocol die helemaal afgaan moet met je, want je toch een hoge snelheid gaat, ja? Laat het maar even allemaal gewoon over je heen komen wat er gebeurt. Is hij nu kwijt? En waar kwam de motorfiets te vallen? Dat kun je zien. Ik denk die motorrijder werd van de motorfiets... Hij werd gelanceerd, ja? Als het ware. Ja, ja. Dus hij ging met motor. Okay. Nou, want ik stond stil op het moment dat hij me aanraadde. Ik hoorde wat. Ja. Dus ik stond gelijk op mijn rem. Ja. Ja. Had u richting aangegeven? Ja. Ja. Is het koud op de stoep? Ja, koud. Ja. Je begint een beetje te rillinkjes krijg je nou. Geef ook mee. Er is een aanrijding gebeurd tussen een motor en een personenauto. De aanrijding is daar gebeurd, een stukje verderop. En de motor is hier helemaal terechtgekomen. Die is over de kop geslagen. Meneer had enorm veel schaafwonden over het hele lichaam. En vooralsnog zag het er wel gunstig uit. Alles kon nog bewegen, alles deed het nog. Alleen de ambulancebroeders nemen alle zekerheid in acht. En vandaar dat die meneer op een plank. En de afstand van de nek was een beetje groot. Dus voor de zekerheid ook een band om de nek en op een plank. Om ook rugletsel eventueel te voorkomen. Maar het is echt waar.